koploper die gisteravond in Eindhoven eindigde in 1-1. En het was Peter Hoekstra, de oud-PSV'er, die in de 8e minuut van de tweede helft de gelijkmaker van zijn schoen liet glijden. Nadat PSV via Niles voor rust aan een voorsprong was gekomen. Straks een uitgebreide samenvatting van PSV Ajax en een reactie van Edgar Davids, gisteren de schaduw van Luc Niles. Verder zijn er beelden van NAC Vitesse, Heerenveen, Willem II en uit de eerste divisie Veendam AZ. Ten slotte aandacht voor Ankie van Gunsven die gisteren haar wereldtitel dressuur met succes verdedigde. 8 minuten sport, extra lang vandaag en we zijn er iets over de klok van 8 uur na het NOS Journaal. Tot zover Luc Braun.